Yo guys, Gletschy hier met vandaag een nieuwe video en vandaag spelen we Survival Dash, als het zo noemde. Ik moet het eigenlijk nog joinen, maar het maakt niet uit. Ik wou eerst Bed Wars gaan spelen, maar die gast lijkt een beetje op de Boy in the Striped Pyjama's en er gingen mensen om fan het zijn, dus ik dacht, ik doe wel Survival Dash. Wat houdt Survival Dash in? Het is eigenlijk gewoon de Hunger Games, maar dan in het vies groot. Maar zou heel de map mogen gelaten zijn voor de thumbnail? Vooral degene, ik weet het, ik heb niet meer veel geüpload. Dat komt gewoon door school en ik niet al zoveel zin heb om te editen. Je kent er wel die typical uitvlucht, you know. Ik hoop dat dit op woensdag online komt. Want waarschijnlijk gaat het niet op woensdag online komen, maar op een vrijdag of zo. Morgen, dus woensdag voor mij, gaat hard zijn en deze weekend ook. Want ik heb fucking biologie. En dat is altijd vies veel studeren. En dat is niet leuk. Oké, dus een soort of Hunger Games. Yo, I'm out. Oh, zoveel spelers. Maar de map is groot. En 9 van 10 gaat weer een of andere kut tering jochie achter mij aan zitten, omdat het mij niet gegund is. Is er iemand achter mij aan? Oh, ja, die gaat achter mij aan zitten. Ik zeg het u. Oké, ik hoop niet dat die zoveel park... Ah, ze volgen mij al nu weer. Ah, fair enough. Ja, hoe gaat het met mijn kijkers? Oké, sorry, dat was heel overdreven. Maar ik heb... U weet al langer dat ik... soort van gletschertisme heb of zo, woutisme, I don't know. Oh, deze is trouwens echt wel een vies goed zwaard, kan niet liegen. Hey, er waren parcours skills, hè. Dat had je wel gezien, hè? Ja, ja. En dan nog maar. Auw, mijn jongen. 45 spelers. En ik weet niet zoveel eigenlijk. Nee. Maar ik heb een probleem met mijn pc. En 9 van 10 is mijn voeding. En hoe ik dat weet, dat is mijn magic tricks, you know. Het maakt een heel vies geluid. En als ik mijn geluid niet zou editen, dan zou ik het de hele tijd horen. Laat er het gewoon op houden dat het niet zo goed is met mijn pc. Ah, op zich valt het wel mee met mijn pc. Enige wat mis is dat hij oud is. Dat hij een slechte koeling heeft. En dat mijn voeding kapot is. Oké, mijn pc is eigenlijk niet zo goed. Ik ben voor een nieuwe pc aan het varen. Ja, zoals elk 12-jarig kind van tegenwoordig, ben ik voor een nieuwe pc aan het varen. Maar ik heb nu problemen met mijn pc en de voeding is kapot. En wat doet de voeding? De voeding die pompt elektriciteit in uw pc. En de problem is, er is trouwens een guy onder mij. Dus ik moet hem vervangen en ik heb het geld ervoor. Maar... het enige wat ik niet kan, is die voeding in mijn pc zetten. Plus, ik weet nog niet eens zeker dat het wel mijn voeding is die fucked up. Sowieso... oh, sharpness 2. Waarom had ik... oh, ik hoop niet dat iemand dat oppakt. Ik denk net de enemy heb geholpen. Oeps, dat is niet de bedoeling. Oeh... moet ik naar beneden vallen? Ah, view, beter. Beter dat ik niet naar beneden val. Ja, hier moet ik toch ook wel een beetje oppassen. Ik zou ook niet weten wat ik heb bereikt met op deze boom te gaan. Maar ik heb inderdaad niet zoveel bereikt. Oh, dat was trouwens echt wel heel close. Ik moet oppassen. Ja, tuurlijk moet ik oppassen. Jesus Christ. Hé, hey, wacht. Hé, hey, ja, hier moest ik zijn. Denk ik. I don't know, die boom ziet er gewoon al heel tijd hetzelfde uit, overal. Aha, deze ziet er iets spectaculair uit. Oké, okay. All chests have been refilled. Ja, ik zit vast in een fucking boom. Moet dit een reuze waterlelie voorstellen of zo? Ja, I guess. Ik moet niet op die. Ja, een lelie vallen. Oké. Okay. Potion of speed. Ja, zo. Wacht. Nee, godver. Waarom de. What the fuck zou ik. What the fuck kan ik doen met een golden carrot? Dat slaat ik echt nergens op. Volgens mij kan ik dat wel opeten. Nee, dan nog niet zelfs. De map is echt zo groot, maar ja, het is een mega survival game, dus ja, wat verwacht je? Dat is logisch, hè. Ik zal verder naar hier en alles staat hier in de fik. Dat is goed, ofzo. Oh, riskant to bring us. 19 spelers. Sorry, mijn oren jeukt echt. En ik heb hier betere boots. Beter dat ik betere boots heb, want dat is wel beter. Maar die map is echt zo fucking groot. Zelfs mijn programmaatje zoals terrain ding, you know. Moet dat toch nog altijd... fucking veel tijd kost om deze te bouwen. Plus de game. Dus deze minigame is helemaal niet gehyped. Dus 9 van de 10 gaat deze minigame er niet eens in komen. Maar ik vind deze minigame wel leuk omdat de map zo groot is. En dan kunt je. Oh. Go away, you little bitch. Kijk eens naar buiten.
Ik heb wel genoeg gezien die cave, denk ik. En ik kan niet weer in een fucking boom. Bomen zijn stom. Ah, oh, wauw. Oh, zeg, daar ben ik veel mee. Er zijn twee kerels in die grot. Ja, ik kreeg een jumpscare van de zombie die in mij ging staan. Ga maar weg. Blijf daar maar. Little bitch. Wauw, maar dat is deze toch prachtig in Minecraft. Het is echt gestoord. Ik vind het echt... Oh, vind ik echt iets van de leukste dingen in Minecraft. Kijken naar een mooie... Naar mooie... Oh. Kijken naar mooie gebouwen in Minecraft of maps zoals deze. Ik kan een power 5 boog maken. Ik kan een fucking power 5. Ik moet het proberen. Ik besef nu ook pas dat ik beter al die swords niet had weggegooid. But it's too late for that. Ja, kijk. De map is heel groot. We zijn met 12 spelers. Het moet wel heel toevallig zijn als ik in de rug word gepakt. Hé, hey, ik zie daar een speciaal blokje. Oh, sorry. Maar dat is veel cooler. Daar wil ik eigenlijk wel liever naartoe gaan. Is dat die? Ja. Oh, shit. Maar kijk hoe vies graaf dat deze is. Ja. Maar kijk, deze is echt zo graaf. Want ik ben ook met een nieuw Minecraft-project bezig. En hier kan ik echt wel dingen uit opdoen, zeg maar. Ah, sorry, maar ik heb veel jeuk aan mijn oor. Vooral in mijn oor, deze video. Ah, deze is echt zo, zo beautiful. Dat is echt niet gezond. Dit is echt een Atlanta of zo, ja. Ik vind dat echt ziek. Maar het zal wel aan mij liggen, zeker. Ik weet ook trouwens dat ik al heel de tijd aan het klaarkomen ben op die map, maar hey. Ah, ik dacht even dat ik een potion of instant damage op mijn eigen had gedaan. Ik zou het nog doen, zo autistisch ben ik. En dat ik gebackraped ga worden en als ik word gebackraped, dat ik ga roepen als een pussy zoals ik meestal doe in Outlast. Oh. Oké, ik ben nu aan het erten en ik zal echt niet weten hoe ik heb gedaan. Maar ik zei, oh, zonder mijn mond open te doen. Vraag me niet hoe ik het heb gedaan, maar ik deed dat in ieder geval omdat daar een enemy player was. Oké, wacht, het is heel spannend. Blijf staan, little bitch. Oh. Wacht, ik moet... Oh, ding aan dit, ding aan hij aan het winnen is. Ik weet niet, man. Maar ik wil wel winnen. Ja! Oeh, ik heb hem, ik heb hem. Maar, what the fuck, die kerel heeft 12, kom. Passen. Oh fuck, ik moet echt wel regen zijn. Ja, niemand zal mij komen rapen zeker, hoop ik. Oh fuck, ik ben echt geneukt. Oké. Yo. Auw, echt mijl direct beginnen. Hahaha, ik heb jou geslagen. Haha, stomme zombie. Oké, 7. Kan je helpen, broeder? Oké, ik heb eigenlijk zijn kill vies hard afgepakt en nu ga ik doodgaan voor de karma. Oh, ja, dat is mijn einde. Yo, ik heb iemand zijn kill afgepakt. Fair enough. Is van die deathmatch dingen, dan moet echt gewoon geluk hebben als je niet targeten. Wauw, deze guy zit hier zo heel droog spul te kotsen. En die zijn aan het vechten voor hun leven. Dat is echt wel nice. Ja, oh man. Hij speelt goed. Ja, hij gaat dood. Deze is echt nog spannend, hoor. Kom aan, bo. Oeh. Hey. GG. Oh, oké. Okay. Ik mag niet twee keer zeggen dat het een good game was. Ik vond het wel leuk, maar het heeft geen grote potential. Denk ik. Ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat het ook een beetje leuk vond. En als je het een beetje leuk vond, vergeet dan zeker niet een like achterlaten. Dus vond je het leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met... Niet per se verder, maar speel gewoon een Minecraft minigame. En ik zeg ciao.